Behalve dat ze allebei met een C beginnen, hebben mijn gasten nog meer met elkaar gemeen. Blijf vooral kijken. Welkom bij Dommeland Live. Aan tafel wethouder Desiree van Laarhoven en Dimaya Gouw van Clean Up the World en wethouder onder andere duurzaamheid. Beide streven jullie naar een schonere en duurzame wereld, of eigenlijk gemeente, Bokstel en omstreken. Welkom. Desiree, ik mag je met je en jij aanspreken, hè? Zeker. Jij bent wethouder. Kun je je even voorstellen, want iedereen denkt nu, wie is Desiree? Maar ja. Wethouder in Bokstel. Ja, nou, dat doe ik graag. Ja. Ik ben dus Desiree van Laarhoven, ben 56 jaar, ja. Ik woon in Liemde. Mooi dorpje. Zeker, geboren en getogen. Ik ben getrouwd met Geert. 31 jaar lang. We hebben twee dochters van 21 en 23. Mm-hmm. En ik ben al heel lang politiek actief. Ik ben met mijn 22e in de gemeenteraad van Liemde gekomen. Yeah. En tot Liemde opgeheven werd, bij Boksen kwam. Hoe verzin je dat? Dat je bij politiek gaat? Op een dag denk je, nou. Nee, ik moet zeggen, ik ben er van jongs af aan al heel erg betrokken. Tenminste, zo voel ik het bij mijn eigen leefomgeving. Mm-hmm. Daar wil ik graag ook een bijdrage aan leveren om die te verbeteren. Mm-hmm. Ik was met mijn 16e al lid van het bestuur van de KPJ. Dat is een jongerenvereniging in Liemde. Yeah. En destijds fractie Bressers. Dat gaan we heel ver terug in de tijd, jaren 80, mm-hmm. Begin 90. Die keken wel naar jongelingen die actief waren in het dorp. En dan werd je gevraagd van, zou je lid willen worden van, in dat geval, fractie Bressers. Yeah. Dat heb ik gedaan. En in de verkiezingen in 1990 kwam ik in de gemeenteraad. Mm-hmm. In Liemd? In Liemd. Okay. En tot 1 januari 96, want toen is Liemde bij Boksel gekomen. Yeah. En toen ben ik gestopt, in ieder geval wel lid gebleven. Toen is ook combinatie 95 opgericht. Yeah. 95 verwijst ook naar het herindelingsjaar. 1995. En het herindelingsjaar bedoel je dat Liemd bij Boksel is? Dat Liemd bij Boksel is gekomen. Ja, ja. En combinatie staat voor een combinatie van Liemse partijen. Mm-hmm. Dus combinatie 95 is van oorsprong ook een Liemse partij. Maar is in het loop van de jaren, natuurlijk nu al 30 jaar, ontwikkeld tot een Bokselse brede partij met de roots uit Liemd. Vanuit Liemd, want er zitten best veel mensen vanuit Liemd. Ja, zeker. Dus maar ondertussen ook uit Lendersheuvel, het is het Boksel. Ja, ja. Oké. Okay. Ja. Okay. En jouw portefeuille is groot. Kun je een beetje vertellen wat je er allemaal in hebt zitten? Ja, die is best omvangrijk, dat klopt. Onder andere omgevingsvisie, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Mm-hmm. Samen met collega wethouder Wim van der Zanden. Mm-hmm. Verder natuur en landschap, transitie van de landbouw, erfgoed, recreatie en toerisme. Maar ook jeugdzorg. Dat is natuurlijk net even een andere, andere tak van sport, hè? Sociaal, ik hoor de hele tijd. Wat meer ruimtelijke dingen en de sociale dingen. Recreatie, toerisme. Nou, eigenlijk mooie portefeuille. Zeker. Waar ook heel veel veranderingen, dynamiek in zit. Daar hou ik wel van. Ik ben niet zo goed in op de winkel passen. Ik ben meer van dingen bedenken en initiatief nemen. En, Nou, klinkt heel mooi. Ja. Dan ga ik even naar je buurvrouw. Ja. Ik hoop dat ik je naam goed blijf uitspreken. Dimaya. Want jij bent van Clean Up the World. Dat klopt. Kun je daar iets over vertellen? Want ik denk dan Clean Up the World. Nou, dat is een hele grote ambitie. Klopt. Je begint in Boksel. Klopt. Maar vertel. Ja, nou, ik ben Dimaya, oprichter van Clean Up the World. Mm-hmm. En eigenlijk onze stichting zegt al genoeg. Yeah. Wij maken dan die straat schoon door te prikken. Yeah. En we zijn begonnen als gezin. Dus mijn man en mijn drie kinderen. Ik heb drie dochters van 10, 7 en 3. Yeah. En die hebben we ook meegenomen van kom, we gaan gewoon afval rapen. En sinds maart zijn we begonnen als stichting. Yeah. En we zijn toen begonnen met 14 mensen. En in juni, dus 3 maanden later, zijn we al met 24 mensen. Dus we zijn wel heel erg blij met het resultaat. En dat het ook goed opgevangen is door heel veel mensen. En wij hopen nog dat het nog gaat groeien. Ja. Want jullie waren gewoon aan het wandelen in Boksel. En je dacht, hè, wat een rommel hier.
Nou ja, wij houden van wandelen. Mm-hmm. En overal waar wij naartoe gaan, in het centrum of naar mijn werk, naar school. Het is overal zwerfafval. En in de plaats van te klagen en wachten tot iemand dat gaat opruimen, dachten wij van nou, dan gaan we gewoon beginnen. Ja. Dus we hebben aangemeld bij, bij de gemeente om, hoe noemen ze dat, sappers. Ja, sappers. ZAP. Ja, dus we hebben prikkers gekregen en andere materialen. En toen dachten we, nou, we gaan gewoon prikken. Maar vorig jaar, we waren toen in vakantie in Spanje en ik heb een boek gelezen. En toen dacht ik van, nou, wat, ik wil eigenlijk iets gaan doen dat ik meer impact kan geven. Mm-hmm. En toen had ik een idee... om stichting op te richten. En omdat wij heel erg mee bezig zijn met prikken, dan van nou, misschien is dat wel iets. Mm. En omdat wij ook willen gaan uitbreiden. Dus vandaar hebben wij deze stichting opgericht. Oké, okay, ja. Heel mooi. Ja. Want jullie hebben ook geprikt at Desiree, met combinatie 95. Ja. Hetzelfde idee erachter, dat het vies was en dat jullie dachten, er moet iets aan gebeuren? Of... Deels. Wij noemen die activiteit prikpraat. Yeah. Dus het is een combinatie van en prikken, dus inderdaad vel rapen, maar ook praten. Mm-hmm. We doen dat 3-4 keer per jaar in de verschillende dorpen en wijken van Boksel. Yeah. Met een groepje van nou, tussen de 5 en 10 mensen, ooit wel iets meer. Gaan we afval prikken, maar op het moment dat we dan mensen tegenkomen in het dorp bijvoorbeeld, nou, spreken we mensen aan van nou, wat speelt er hier, waar loop je tegenaan, ben je tevreden, zijn er dingen die je misschien anders zou willen. Mm-hmm. Dus dan maken wij van de nood een deugd door nou ja, en het veld te rapen, maar tegelijkertijd ook te horen wat er leeft. Speelt. Ja. Ja? Ja. Ja. En dat werkt ook echt, je kunt ook echt na zo'n dag zeggen van oké, ja, we hebben nou wat punten. Ja. Elke dag, elke prikdag levert en vuil op, maar ook items die, met name de fractie dan, hè, dus niet zozeer als college, maar met name de fractie van combinatie 95, punten oplevert waar ze mee aan de slag gaan, of vragen over stellen, of initiatief voor nemen. Of, Oké. We hebben ook een filmpje van het prikken van Clean Up the World. Oh ja. Waarom doe je dit? Gewoon omdat het belangrijk is in ieder geval. Dus mijn collega die had het opgezet. Dat je gewoon een dagje mee kon lopen om even afval op te rapen. En je bent toch buiten, je hebt toch middagpauze, dus waarom niet? Goed voor de lijn. Ja, precies, inderdaad. Oké, je krijgt toch tegenwoordig te weinig beweging met de kantoorbaan. Dus, je kan het iedereen aanraden? Ik kan het iedereen aanraden in ieder geval. Ben je al iets tegengekomen waarvan je denkt, jongen, hoe kan je dit nou weggooien? Nou, vooral heel veel sigarettenpeuken. Kijk eens dat, hè? Ja, ik zei toevallig al net tegen mijn collega. Ik zei eigenlijk, moet er gewoon een wetswijziging komen. Als je rookt, moet je gewoon iedere week verplicht afval gaan rapen. Maar ja. Ja, dat is een goeie. Heb je iets bijzonders geprikt, ooit? Nou, ja, in industrieterrein, we hebben er heel veel van... Hoe moet ik dat zeggen? Het is eigenlijk een beetje vies. Maar we hebben condoom gevonden. Okay. En ook mensenpoep, moet ik, moet ik dat benoemen? Ja, mijn dochter... Dat waslichter. Ja, mijn dochter heeft dat gevonden. En ze was echt van, mama, wat is dit? Ja. En ik ben nou, ja, dat is zo smerig. Zo smerig. Dat mensen het achterlaten, hè? Ja. Nou ja, dat is denk ik een ander probleem waar we misschien ook ooit een keer een wethouder voor aan tafel hebben. Nou, we waren toen bij de gemeente. En toen heb ik aan Jan volgens mij dat ook over gehad. Dat die afval in de industrieterrein is echt zo... Eigenlijk niet normaal, nee, hè? Nee. En toen, volgens mij heb je toen gezegd van... Het komt omdat het geen toilet is. Of zijn allemaal... chauffeurs die... Ja, we raakten erover in gesprek van, hoe komt dat nou? Ja. Nou, dat mensen daar misschien lang moeten wachten of niet erg terecht kunnen voor, voor overnachting of voor douche of voor toiletgang. Ja. Ja, en dan, op een gegeven moment heb je als mens ook een behoefte om iets te doen. Dus dat is misschien ook wel de andere kant. Ik denk misschien dat ook wel logisch is dat je dan een plek zoekt. Ja, dat is ook. Want in Boksel hebben we niet echt iets. Ja, we hebben de ketting, maar daar wordt geld gevraagd om te staan. Dus dan gaan ze op het industrieterrein staan en daar zijn inderdaad precies geen mogelijkheden om naar de wc te gaan. Ja. Dus het is hoewel wel... er toch ook veel verbod is op het industrieterrein. Ja.
Dus dat is misschien wel iets wat hoort overigens bij een andere wethouder, bij Marielle van Alphen. Maar precies, ja. Om dat toch kijken met het samenwerkingsverband Klankbordgroep Laardong, van hoe zou je dit nou goed handen en voeten kunnen geven. Ja. Ook weer een mooi project, want we hebben natuurlijk de duurzaamheidsprojecten en onder andere, je hebt de portefeuille duurzaamheid en recreatie en toerisme. En als we het dan over duurzaamheid hebben voor in ieder geval de particulier. Dan hebben we het, er werd straks geroepen tegelwippen. Mm-hmm. En toen dacht ik, tegelwippen, kun je er wat over vertellen? Want wat wordt er bedoeld met tegelwippen? Ja, wat wordt er bedoeld? Dat hangt samen met het klimaat. Met klimaatverandering en met wateroverlast. Mm-hmm. En ook met op het moment heel veel. Hebben we heel veel. En ook met hitte. Het is namelijk zo, als je bijvoorbeeld je eigen achtertuin eenmaal vol hebt liggen met tegels, mm-hmm. dan kan de temperatuur in die achtertuin zeker 3-4 graden hoger zijn dan op het moment dat je dat, wij spreken, voor de helft met planten of bomen hebt staan. Daarom is het nu minder warm bij ons in de tuin, want wij hebben dus tegel gewipt, maar het is niet al te weten. Okay. We hebben gras gelegd en het is deze zomer minder warm, nou hebben we ook niet heel veel zon, dan dat het eerst was. Maar dat heeft echt daarmee te maken. Heeft echt daarmee te maken. Heeft het te maken enerzijds omdat tegels warmte opnemen en weer uitstralen. Ja. En tegelijkertijd, planten die verdampen ook water. En ook met dat water verdampt, mm-hmm. dan heeft het ook een verkoelend effect. Effect, ja. Dus vandaar dat op het moment dat je tegels vervangt door planten, liever nog bomen, mm-hmm. dan krijg je echt een aantal graden lagere temperatuur in je tuin. Ja. En tegelijkertijd, op het moment dat je dan dus planten hebt staan, heb je ook zwarte grond. Ja. Nou, daar kan ook het water makkelijker weg. Ja, ja. En zeker bij grote regenbuien, zoals we de afgelopen weken gehad hebben, dan vloeit er minder snel water af naar de riolering en hebben we dus minder snel wateroverlast. Ja. Dus het mes snijdt ook daar aan twee kanten door echt tegels te wippen en te vervangen door planten. Dus vandaar dat we op allerlei manieren dat stimuleren om het te doen. Om het te doen. Ja. Nou heb ik het al gedaan. Mm-hmm. Kan ik dan nog ergens ook nog iets dat je zegt, dat kun je er nog aan doen? Want ja, ik heb mijn tuin al vervangen en ik kan volgens mij niet meer dan achteraf nog gaan komen kloppen. Ja, het enige wat je nog zou kunnen vragen is of je tegels opgehaald kunnen worden met de tegeltaxi. Nou, die heb ik wel inderdaad nog liggen. Ja. Met de tegeltaxi. Met de tegeltaxi. Oh, ja. En de tegeltaxi? De tegeltaxi komt 4 keer per jaar, 5 keer per jaar. Ja, precies. Sturing is ideaal en sowieso een goed initiatief. Maar we hebben nog meer tegels, dus dan wel een keer meer kunnen, zeg maar. Dus het is echt een service vanuit de gemeente. Oké, wat goed. Ja. Wat goed, ja. En dan nemen ze het gewoon mee en dan... Ja. Nou, dat is wel fijn om te horen, want ik dacht al, hoe ga ik die tegels naar de gemeente krijgen? Maar dat hoef ik dus niet te doen. Nou, het is eigenlijk vooral ook bedoeld, hè, een kleinere tuin. Hè. Het is niet bedoeld voor 100 vierkante meter, maar 10, 20 vierkante meter tegels. En vaak hebben mensen dan niet zelf een aanhanger of geen auto met een trekhaak. En om dat nu te faciliteren, om die drempel eigenlijk te slechten, nou hebben we de tegeltaxi in het leven geroepen. Oké. Okay. En hoe kon je dat aanvragen? Via de gemeente. Oké, gewoon de website. Ja, je kunt een mailtje sturen. Okay. En melden van, nou, ik heb zoveel tegels. En dan krijg je een reactie van, dan komt de tegeltaxi langs. Wil je zorgen dat ze aan de straat staan? En dan komen wij ze ophalen. Nou, goed. Goed initiatief. Goed. Ja, heel goed. Ja. Zijn jullie die nog tegengekomen, tegels, toen jullie aan het prikken waren? Nee, dat niet. Dat niet? Nee, nou, dat dan niet. Werkt toch de tegeltaxi ergens dan? Nee. Dat dan weer niet. Nee. Ik vroeg me af, Dimaya. Als je dan inderdaad, je hebt al verteld, hè, we dachten uiteindelijk gaan we een stichting doen. En daar las ik dat jullie dan in combinatie met Stichting Leergeld, dat jullie daar een overeenkomst of een... Ja, dat klopt. Want onze stichting is niet alleen afvalrapen. Mm-hmm. Naast afvalrapen willen wij ook... mensen met lage inkomens gaan helpen. Mm-hmm. En toen wij in maart begonnen zijn, hebben wij een doel van onze prikken, 10 kaarten Efteling tickets te delen. Mm-hmm. Voor mensen met lage inkomens. En toen mijn collega, hij is vrijwilliger van Stichting Leergeld, die nationale Stichting Leergeld, mm-hmm. niet alleen van Bosch of Den Bosch. Toen heeft hij mij getipt van, je moet wel naar Stichting Leergeld. Dat is landelijk, maar elke gemeente heeft dat ook. Mm. En die doen ook, die gaan ook heel vaak naar de Efteling. Misschien kunnen jullie daar samenwerken. Dus ik heb een mailtje gestuurd naar Stichting Leergeld. En Arjan heeft mij gelijk gebeld van, ik ben
de voorzitter en toen wel bestaat niet, maar we hebben een zomerkamp en de laatste dag van onze zomerkamp gaan we naar Efteling en misschien kunnen wij voor elkaar iets betekenen. Yeah. Dus ik dacht van nou, ja natuurlijk, natuurlijk. Yeah. Dus vandaar. Yeah. Ja. Okay. Ja. Mooi initiatief vind ik. Ja. Kunnen nou, want ik las, ik heb natuurlijk wat voorwerk gedaan, dat jullie inderdaad bij dan een ondernemer bijvoorbeeld het terrein gaan schoonprikken. Maar klopt. Kunnen ze jullie dan ook inhuren? Want jullie gaan het daar schoonprikken en vragen daar geld voor. Maar als nou een ondernemer denkt, ja mijn terrein is eigenlijk heel erg rommelig. Kunnen ze jullie dan inhuren? Ja, waarom niet? Ja, waarom niet? Want het is alleen maar mooi, want we hebben geen, hoe zeg je dat? We zijn afhankelijk van donaties en als ze ons inhuren, ja. Waarom niet? Ja. En de geld die wij krijgen, die doneren wij ook naar een goed doel. Dus okay. Het is veel alleen maar goed. Ja, ja. Zeker weten. Dus elkaar helpen, toch? Ja, precies. Ja. Ja. Desiree, we hadden het net over tegelwippen. Maar kan ik nou nog meer doen in mijn tuintje of op mijn dak of weet ik veel wat om bij te dragen? Ja, je kunt een regenton plaatsen. Dus de regenpijp doorzagen, niet meer op het riool lozen, maar in je regenton. Het water gebruiken om je planten bijvoorbeeld binnen water te geven. Als je misschien een plat dak hebt en de constructie is stevig genoeg, zou je daar een groen dak op kunnen maken. Groen dak? Ja, een dak van sedumplanten. Ja. Die houden heel goed het water vast. Oké. Zorgen ook voor goede isolatie in de winter en verkoeling in de zomer van je huis. Mm-hmm. Dus op die manier heb je ook nog besparing van gas. Maar dat klinkt allemaal, ik denk nou meteen, nou dat wil ik. Maar vervolgens denk je, ja, maar kost hartstikke veel geld. Sommige dingen wel. Een regenton valt mee. We hebben ook daar een actie voor. Daar kun je met korting een regenton aanschaffen. We hebben ook een subsidieregeling voor groene daken in het leven geroepen. Ja. We hebben ook duurzaamheidsleningen, maar dan heb je het meer over isolatie van woningen. Mm-hmm. En bijvoorbeeld de aanschaf van zonnepanelen of van de zonneboiler of warmtepomp. En daar zijn allemaal subsidies of subsidies of leningen voor? Ja. Okay. Ja. En als ik nou denk, nou dat klinkt hartstikke interessant, wat moet ik dan gaan doen? Moet ik dan op de site van de gemeente gaan zoeken? Ja, dat is eigenlijk de beste eerste stap. Yeah. Daar vind je al veel informatie. Daar word je ook op verschillende plekken ook doorverwezen naar aanvullende sites, zeg maar, waar je informatie vindt. En kom je er niet uit, dan kun je ten alle tijde contact opnemen met het team duurzaamheid van de gemeente. Ja. Dat ondertussen echt behoorlijk uitgebreid is. Waar veel mensen zitten met kennis van zowel van de energiekant als ook van de klimaatkant. En heel graag bereid zijn om te helpen. Dus ja. En waar krijg je dan subsidie voor? Want stel ik vraag dat dan aan, dan krijg ik dan dus wat geld in voor inderdaad een zonneboiler aan te schaffen of inderdaad die decemplantjes te kunnen planten? Of hoe? Ja, dat wisselt heel erg. Voor de zonneboiler krijg je niet van de gemeente subsidie. Dat kan wel via andere fondsen. Yeah. Wij kunnen wel een lening verstrekken. Yeah. Dus tegen lage rente, dat je niet je eigen geld hoeft te investeren. Of als je geen eigen spaargeld hebt, dan zou je dat kunnen lenen. Voor een groene dak krijg je wel een bijdrage in de kosten voor het aanleg van een dak. Ja. Regenton krijg je, ik meen, €50 als bijdrage. Dus het wisselt heel erg per onderdeel. Wat je gaat krijgen. Ja, dus daar zou je echt even in moeten verdiepen. Wat je dan allemaal, wat je allemaal kunt doen. Ja. Want dit is gericht op ik noem het maar even de kleingrondbezitters. Want jullie hebben ook voor de wat grotere grondbezitters ook weer subsidies en regelingen. Onder andere dat stukje, ik ga hem er even bijzoeken waar ik het had staan. Mm-hmm. Ik heb hier heel veel liggen. Hij komt. Hier. We hadden het net over de subsidie groen en water. Dat is dan dat tegelwippen, regenton, groen dak. En dan heb je dus nog de regeling toerisme, leefbaarheid en landschapversterking in Bokstel verbeteren. Nee, maar deze regeling staat los van duurzaamheid. Oké. Okay. Die heeft te maken met name recreatie en toerisme en de bezoekerseconomie. Oké. Okay. Is een regeling die bedoeld is om initiatieven, evenementen. Een project wat je misschien als ondernemer op wil zetten. Om voor bezoekers, voor eigen inwoners, om het aantrekkelijk te maken om iets te gaan doen in Boksel. Bruisender Boksel. Precies, dat is het goede woord. Ja. Ja. En daar hebben we een stimuleringsregeling voor gemaakt. Waar we maximaal €10.000 per jaar aan kunnen besteden. Kunnen aanvragen voor ingediend worden. Het zijn maar relatief kleine bedragen hoor. €500, €1.000. Misschien als het een heel groot project is €2.500. En jullie hopen daar eigenlijk mee mensen te stimuleren om inderdaad Boksel weer
of meer bruisend te maken, zodat we geen leegloop krijgen van Boksel, of in ieder geval het leuker houden in Boksel. Ik heb namelijk zelf ook in Liemt gewoond. Ja. En daar vond ik heel gezellig wonen. En er was altijd wel iets te doen. En dan was er de Boerenmerkt. En dan had je inderdaad dat je de bezoekers van Liemt verwelkomde, de nieuwe. Mm-hmm. Maar dat soort initiatieven zou je dan dus ook eventueel in Boksel als mensen dat zouden. Ja, maar ik denk ook dat je je vergist. Hè? Dat de evenementen en activiteiten zijn natuurlijk heel veel in Liemde, maar zijn ook echt veel ook in Boksel zelf. Er zijn ongeveer 500 activiteiten en evenementen in heel Boksel per jaar. Okay. Dus veel meer dan we met z'n allen gewoon erg in hebben. Ja, yeah, ja. Yeah. Klein en groot, hè? Yeah. Maar in echt in alle dorpen. Oké. Okay. Wij vinden het belangrijk dat we, zeker als je kijkt waar Boksel ligt, hè, mm-hmm. midden in het Groene Woud, helemaal omringd door natuur en landschap, met aantrekkelijke kernen, waar ook gezellige horeca zit. Ja. Nou, we vinden het belangrijk dat we gewoon veel bezoek krijgen, toeristisch bezoek. Mm-hmm. En we hopen dat het ook groeit. Mm-hmm. En dat daarmee ook een stimulans is voor de lokale economie. Dus daarom bijvoorbeeld zo'n stimuleringsregeling opgetuigd, om dat toch nog wat meer, nog een impuls te geven, om dat nog verder te versterken. Ja, want ik heb wel het gevoel dat, maar dat is wat ik ook wel wat hoor, hè, is dat heel veel mensen bijvoorbeeld het shoppen in Boksel niet zo heel erg graag doen. En heel toevallig heb ik me er zelf pas ook wel betrapt, want toen zei ik tegen mijn dochters van, oh, we moeten schoenen gaan kopen en nog wat kleren. Kom, we gaan naar het dorp. En toen was het, nou ja, we gaan niet naar het dorp, we gaan wel naar Den Bosch. Wat eigenlijk heel zonde is. Ja, dat is zeker zonde. Ja. Zit dat ook in jouw portefeuille? Nee, dat zit niet in mijn portefeuille. Dat zit in de portefeuille van Marielle, Marielle mm-hmm. Melven. Ja. Het is wel zo dat we binnen de bezoekerseconomie, juist die twee aspecten, dus zowel de detailhandel en de horeca, wat bij Marielle zit, en recreatie en toerisme bij mij, dat we die gecombineerd hebben onder de bezoekerseconomie. Ja. Ja. Want juist die twee pijlers, die versterken elkaar heel erg als je dat zou willen. Ja, zeker. Dus vandaar. Dus we trekken daar heel erg samen in op. En we proberen dat ook samen te stimuleren. Zodat hopelijk volgende keer jullie wel voor Boksel kiezen. Ja, dat is wel fijn. Ja, want je hebt natuurlijk wel, je hebt genoeg nodig. En je hebt ook genoeg winkels nodig. En je hebt bijvoorbeeld ook genoeg parkeerruimte nodig. Ja, en gezellige horeca. Ja, precies. Ja. Om uiteindelijk ook daarvoor te kiezen. Ja. En wat ik al zei, ik hoor wel veel om me heen dat inderdaad telkens minder mensen kiezen voor Boksel. Wat eigenlijk super zonde is. Ja, want Boksel is een hartstikke mooi dorp. Ja. Maar door onder andere leegloop of minder gezelligheid, dat ze toch afhaken. Want ik had ook ergens gelezen dat ze nou op zoek waren naar iemand voor aan te stellen voor. Het was eerst Jordi. Centrummanager. Ja, centrummanager. Ja, ja, die zijn ze nou ook naar op zoek, hè? Ja, dat klopt. Is dat omdat het meer een boost moet krijgen, of is er ergens iets misgegaan in het hele pad, of? Het eerste. Dus ook daar weer een impuls te geven. Ook nog betere samenwerking tussen gemeente en bruisend centrum. Ondernemers mm-hmm. te krijgen. Ook weer een impuls te geven aan het vastgoed. Om bijvoorbeeld de leegstand op te lossen en te voorkomen. Ja. Dus het allemaal vanuit de visie eigenlijk die ik net benoemde. Om toch proberen aan het centrum van Boksel. En ook de kleine kern. Maar met name in dit geval het centrum van Boksel. Aantrekkelijk te maken. Aantrekkelijker te maken. Want... Ja, als je mij vraagt, is het nu ook al wel gezellig om naartoe te gaan? Er zijn echt leuke evenementen, er zijn ook leuke winkels. En er zijn echt hele mooie momenten om daar naartoe te gaan. Nou, natuurlijk zijn er altijd nog verbeterpunten. Hè? Ja. Maar volgens mij is het ook wel de kunst om te zien wat er al is. En dan mogen we best met z'n allen ook wel wat trotser op zijn. Ja. En die subsidiebezoekerscentrum, dat is ook... Regeling bezoekerseconomie, dat is ook daar echt op gericht. Ja. En... Wat moet ik mij daar en meerdere Bokselaren dan daarbij denken? Wat willen jullie? Wat wordt er gestimuleerd met die subsidie? Of wat doet de subsidie? Een nieuw evenement. Ja. Een nieuwe activiteit voor een, voor kinderen of juist voor ouderen of voor een muziekevenement of. En is dat dan alleen maar Centrum Boksel? Nee. Of, nee, het is heel de gemeente Boksel. Het is heel de gemeente Boksel, oké. Okay. Want onlangs toevallig iemand die ik ken, die deed dat voor de nieuwe wijk Heem van Celis. Mm-hmm. Zoiets kan dan dus ook? Bijvoorbeeld, ja. Oké. Okay. Ja. Nou, interessant om te weten. Ja, zeker. Ook voor dat soort mensen, dat ze ook, want zij heeft zelf geld bij elkaar gehaald, maar dat zou dan dus ook nog extra erbij kunnen. Ze zou even contact met ons op moeten nemen, denk ik. Ja. Zeker. Ja. Nou, ik ga het al vertellen. Ja, is goed. Ik vroeg me af, want jullie hadden een poosje geleden een opruimactie, 9 juni uit mijn hoofd,
Ga je dat nog vaker doen? Ja, dat is de bedoeling, ja. Ja? En in september komt World Cleanup Day. Dus we gaan weer een prikactie organiseren en hopelijk dat heel veel mensen meedoen. En ik sta eigenlijk nog te denken van elke winkels in Bokstel proberen om één, hoe noem je dat, volunteer van die winkel. Vrijwilliger van de winkel te uitnodigen. Zodat we zo'n berg krijgen, maar niet meer krijgen. Dat, precies, precies. Dat is wel heel erg. Maar als wij niet gaan opletten, dan misschien krijgen we dat ook. Ja, dan gaat het er ook zo uitzien. Ja. Ik hoorde in het filmpje, wat eerder is gemaakt door Dommeland, dat jullie heel veel sigaretten tegenkwamen. Klopt. Heel veel peuken. Ja? Ja. Dan denk ik echt, ja, daar moet toch iets voor verzonnen kunnen worden, denk je dan, toch? Ja, dat klopt. Ik kan nog niet heel veel, niet heel veel zeggen, maar we hebben wel ideeën hoe wij dat kunnen aanpakken. Ja. Maar het is wel, het kost wel heel veel geld en het kost ook heel veel tijd. Ja. Dus ja, ik denk dan ergens, volgens mij moeten gewoon de fabrikanten die sigaretten maken iets eigenlijk verzinnen wel. Daarvoor, toch? Ja. Die ja. zorgen ervoor dat er zo'n troep dat komt. Dat klopt. Ja. En zo'n peuk die duurt 10 jaar lang tot het helemaal... Vreselijk. Ja. Ja, nou ja, dus met jullie activiteiten zorgen we ervoor dat deze schildpad niet meer in een net rondzwemt? Ja, maar eigenlijk wel, want wij promoten van afvalvrije straten. Ja. En wij geloven dat, dat als wij dat doen, dan beschermen wij ook de oceanen. Ja. Want die afval die komt, die is begonnen op straat. Zeker weten. Ja. Ja. Ja, als nou iedereen naar aanleiding van deze uitzending überhaupt gewoon zich wat bewuster is van wat ze doen. En inderdaad denken, oh verrek, ik gooi die sigaret ook op de grond. Ja. En hem dus niet meer op de grond gooien, maar in een prullenbak of meenemen. Ja. Dan zou het denk ik al ook een stukje schoner zijn. Dan hoor ik graag terug of je dat, of dat zo is. Of je, van, of je daar iets van merkt. Die Maya, je komt niet uit Nederland. Nee, dat klopt. Waar kom je wel vandaan? Oorspronkelijk uit de Filipijnen. Uit de Filipijnen. Klopt. Is het daar schoon? Nee. Nee? Nee, daar is ook niet schoon. Daar is het ook niet dus, schoon. Dus daar is ook heel veel te doen nog. Mm. Ja. Ja? Mm. Ja. Dus daar ga je andere mensen voor... Nee, ja, er zijn al een groep uit Duitsland en die doen in Filipijnen ook prikken. Yeah. En we hebben nou een contact met ze of wij met ze samen kunnen werken. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Uit Duitsland helemaal? Ja, ja. En dat is een hele grote stichting dan? Dat is, ja, volgens mij zijn ze wel heel groot. Ja? Ja, ze heet Pro Ocean. Ja. En ze doen voornamelijk ook in de oceanen bij de mangroven. Mm-hmm. En dat was toevallig, want ik heb hem gezien via LinkedIn. En toen we hebben elkaar gewoon een beetje gesproken. En toen zei hij van, ja, wij doen ook afval rap. Ik zei van, waar? In Filipijnen. Dus ik zei, hè, in Filipijnen? Oh. En dan van, oh, dat is wel heel toevallig. Ja, inderdaad. Ja, dus toen zijn wij uiteindelijk gekomen van, ja, misschien kunnen wij samenwerken. Dus hij is nu in Filipijnen. Okay. En ergens in augustus gaan we op vakantie in Zwitserland. Dus hebben wij afgesproken om elkaar te ontmoeten, om verder te bespreken. Om verder ideeën uit te bouwen. Ja, dus ja, daar wordt het echt clean up the world. Ja, precies. Dus vandaar. Bokstel mag clean up the world. Ja, we beginnen in Bokstel, maar dan uitbreiden tot andere dorpen, steden en andere landen. Goed, ja. 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 Heel mooi. Ja. Desiree, wat hoop jij de komende jaren nog te bereiken? Waar denk je echt van, nou, dat hoop ik echt dat ik dat... Dat is altijd een moeilijke vraag. Hè? Ja, zeker. Ook die vooraf toegesteld. Hè? Ja. Nou, ik zou het wel heel mooi vinden als we in de woningbouwkant zou lukken om een gebouw te realiseren. Liefst een appartementengebouw van biobased materialen. Wow. Als voorbeeld voor andere bouwprojecten in Boksel. Yeah. Omdat het om verschillende redenen, omdat je dan met veel minder uitstoot gewoon een gebouw kunt realiseren. Mm-hmm. Dus veel minder stikstofuitstoot, veel minder CO2. Dat het ook een prettiger leefklimaat is om in zo'n huis te wonen. Dus ook heel veel bomen eromheen en struiken eromheen? Ja, nee, maar het gebouw zelf ook. Dus het gebouw zelf ook is ook gewoon duurzaam. Maar ook een fijner leefklimaat. Het schijnt dat een biobased gebouw om in te wonen ook veel meer ademt en ook veel fijner is om in te leven. Ja, ja. Nou, daar ben ik wel benieuwd naar. Dus ik zou heel graag
ik denk niet dat het over binnen anderhalf jaar staat, maar om daar in ieder geval alvast het zaadje geplant te hebben om daar een begin mee te maken. En hoe lang denk je nog te zitten? Ja, in 2026, maart 2026 zijn verkiezingen. Ja, ja. En, nou, ik hoop dat de uitslag zo mag zijn dat we nog daar nog wat langer mag. Nog een periode eraan zou willen plakken. Ja. Mogen plakken. Ja, ja, zeker. Zou graag doen. Ja, ja. Ja, inderdaad. Ja. Het klinkt wel heel mooi, gebouw. Ja, het is dan aan bouw denk meteen aan stenen, maar dat is het natuurlijk niet. Nee. Zo'n greenhouse. Ja. Ja, niet erg, maar misschien, ja. Over het algemeen wordt het natuurlijk van houtconstructies gemaakt. Ja. En wanden van bijvoorbeeld leem of juist geïsoleerd met vlas. Of, nou, de stappen gaan heel erg ver al. Als je kijkt ook naar het buitenland, er zijn zelfs appartementengebouwen van 10, 15 verdiepingen hoog die zo gebouwd zijn. Overigens in Eindhoven, dat heet Dutch Mountains. Als projectnaam komt er een heel bijzonder houten gebouw te staan. Echt van twee woontorens, volledig van hout gemaakt. Okay. Dus nou, volgens mij is dat ook wel echt de kant waar we naartoe gaan met bouwen. En ik denk dan meteen hout, maar dan moeten we weer bomen kappen. Maar dit is dan dus natuurlijk dan waarschijnlijk duurzaam hout, dus al gerecycled hout. Nee, dat kan. Het kan ook verlijmd hout zijn. Hè? Ja. Dus dat je planken maakt die je weer om en om verlijmt, zeg maar, dat je heel sterke constructies krijgt. Maar als je op ingesteld bent om productiehout te maken, dan gaat dat ook een bepaalde snelheid roleren. Ja. En ja, in 20, 25 jaar heb je weer, zeker als je productiehout hebt, kan Douglas zijn, maar kan ook bijvoorbeeld populieren zijn, wellicht. Ja. Die hier ook heel groeien. Populieren worden ook weer klompen van gemaakt. Ja, dat in het verleden natuurlijk wel. Hè. Wordt nu, vooral nu gezocht om juist ook voor populieren nieuwe mogelijkheden te zoeken. Mm-hmm. Om daarmee eigenlijk ook weer een stukje verdienmodel onder die populier te krijgen, wat de eerste klomp was. Ja. Ja. En op het moment dat lukt, dan hou je ook het populierenlandschap in stand. Ja. Want dan is er weer een goede reden om populieren te planten. Ja, zeker weten. Dus, overal zit wel weer een gedachte achter eigenlijk. Ja, ik denk dat op het moment dat we daarin slagen om die beweging te maken naar biobased bouwen. Mm-hmm. Is wel een vervelend woord, hè, dat Engels staat. Ja. Maar dan heb je dadelijk ook toch ook een stukje landschap. Ook teelt, hè, dus ook weer misschien perspectief voor boeren. Mm-hmm. Die iets anders zoeken dan nu, wat ze nu doen. Ook een aantal teelten die misschien goed passen bij gronden die wat natter zijn. Want ook daar heb ik mee te maken. Ja. Dus het zou wellicht naar meerdere kanten oplossingen bieden. Om die kant op te ontwikkelen. En jij, die Maya, heb jij nog, wat zijn voor jou nog echt plannen? Nou ja, we hebben een droom. Vertel hem. We hebben een droom en onze droom is dat binnen 5 jaar heel veel mensen mee te krijgen in Boksel om echt ons te gaan helpen. Dat gewoon iedereen bewust en dat ze niet afval gaan weggooien op straat. En dan, want daar begint het eigenlijk. Ja. Als niemand het meer zou weggooien, zouden we het ook niet meer hoeven te... Ja, dan hoeft het niet. Dan kunnen wij andere dingen doen afval prikken. Dan hoeven we het niet meer op te cleanen, want dan moeten we alleen maar de prullenbakken legen. Ja, precies. Precies. Ja. En we hebben expres ook onze kinderen helemaal betrokken met onze activiteiten. Ja. Dan worden ze ook bewust. En als iedereen dat doet, ook met hun kinderen goed opvoeden van... van afval, dan hebben wij ook een betere toekomst, denk ik. Hè? Maar denk je ook niet op het moment dat er echt, dat het als het schoon is, dat het ook makkelijk schoon is? Precies, blijft? Ja, en er wordt ook niet snel iets gegooid. Nee, dat denk ik. Ja, als het schoon blijft. Ja, ik denk dat dan nodig het gewoon stukken beter is. Ja. Ja. En net zoals met die flesjes, die moet je inderdaad inleveren. Maar als je dat van thuis uit, want jij ligt het nu je kinderen inderdaad niet meekrijgt dat je het weg moet brengen of in de prullenbak moet gooien, dan mag het ook lastig. Dus we moeten wel bij de jeugd. Die moet het ook doen. Ja. Zeker weten. Klopt. Ja. Dat klopt. Ja. Ja. Als ik nou nog de politiek in wil, doen of... Jazeker. Jazeker? Ja. Ja? Ja, kijk, we leven natuurlijk nu op dit moment in een maatschappij dat politiek niet zo... gewaardeerd wordt. Hè? Dat is ook het eerste wat ik denk. Dan denk ik, Maar van gevoelige onderwerpen. Ja, gevoelige onderwerpen. En je wordt ook niet altijd, hoewel ik daar persoonlijk weinig last heb van gelukkig, maar in de algemene zin worden politici toch niet altijd ook op een goede manier bejegend, zeg maar. Ja. Vind ik wel echt heel erg jammer, want je moet het maar willen doen, denk ik dan maar. Nou, ja, dus het is wel heel makkelijk om iedereen af te vallen. En, zeker weten. Dus als je dat zou willen doen,
zou ik zeker doen. Er is altijd behoefte aan gedreven mensen. Dan kom ik een keer mensen bij jou praten en dan hoor ik al of ik het nog leuk vind of niet. Prima. Ja. Helemaal goed. Ja. Ik dank jullie beiden hartelijk voor dit gesprek aan tafel. Voor subsidieregelingen moeten ze natuurlijk gewoon van de site van de gemeente. Is voor Clean Up the World, kunnen we dat ook nog ergens vinden? Ja, ook in onze website en ook in onze socials. Die post ik ook. Gewoon Clean Up the World en dan kunnen we het vinden. Ik dank jullie hartelijk voor het kijken naar Dommeland Live en tot de volgende keer.